Een dag na de 3-1 overwinning op RKC Waalwijk gaat FC Utrecht op bezoek bij ADO Den Haag. Een oefenduel voor jongens op zoek naar extra wedstrijdritme. Elgiro Elia speelt uiteindelijk zijn man uit, vindt de voet van Lonwijk. Het was een van de eerste wapenfeiten van Utrecht in een regenachtig Den Haag. Wederom Elia, ditmaal meer teamgenoten mee. Waaronder Giovanni Troupé, vindt Daniel Arzani. Odysseus Velanas met het puntertje. Het was een van de weinige kansen voor Utrecht. Ziet ook deze Willem Jansen. Die is natuurlijk niet voor niets mee naar Den Haag. Gaat in de tweede helft zijn eerste minuten maken. Na maandenlang te hebben gerevalideerd van een kruisbandblessure. Ondertussen een wilde poging van Evan Rotier. Nee, qua kansen verdiende deze wedstrijd echt niet de schoonheidsprijs. Hier Jonas Arweiler, die scoorde gisteren voor ADO op bezoek bij Feyenoord. En ondertussen een redding van Tijmen Nijhuis. Maar dat was het echt wat betreft het eerste bedrijf. Dan de tweede helft. En zoals beloofd, daar is hij inderdaad, Willem Jansen. En Utrecht kan aan de bak, want ADO gaat op zoek naar een voorsprong. Via Kane Seedorf, daar een Roemeens jeugdinternational Andrei Raciu. Dan is het raak en staat ADO op een 1-0 voorsprong. En daar laten de Hagenezen het niet bij. Wederom Kane Seedorf, die is razendsnel, vindt de vogelvrije Nino Nordanus. Maar die gaat daar toch moeizaam mee om. En net zo moeizaam als Nordanus met deze kans omgaat, ja, was deze wedstrijd ook. Niet al te veel woorden aan vuil maken. Utrecht verliest met 1-0 in Den Haag. Maar het ging toch vooral over de terugkeer van Willem Jansen. 252 dagen nadat het misging in Eindhoven. Ik heb ze niet geteld, maar het was natuurlijk wel een lange tijd. En ja, hartstikke mooi. Ja, zeker. Ja, voor sommige mensen is dit gewoon een miserachtige maandag, maar voor jou heel wat anders. Ja, ik zat in de auto en ik dacht bij mezelf van, nou, lekker zo'n grijze maandagmiddag. Eind september, maar vandaag deelde dat totaal niet. En, de trainer kwam, zaterdag naar me toe, dat ik vandaag ging spelen. En ik had ik eigenlijk niet echt rekening mee gehouden. Omdat ik natuurlijk ruim 2,5 weken thuis ben geweest nog. Dus ik had niet een hele lange trainingsweek na aanloop van deze wedstrijd. Dus, ik was als kind zo blij toen hij zaterdag aan me kwam melden. En, ik merkte eigenlijk rond de sportmaaltijd dat ik vrij relaxed was. Ja, dan kom je het stadion binnen en dan ga je aanloop met die wedstrijd. En dan komt gewoon die normale wedstrijdspanning wel weer een beetje terug. En, niet heel veel anders dan anders eigenlijk. Hoe ging het met de duels op het veld? Kijk, ik voel me gewoon helemaal vrij. Dus ik hoef nergens over na te denken. Ik heb geen angst, totaal niet. Dus dat is super positief. Ja, je merkt wel dat je hier en daar nog eventjes je lichaam weer of je coördinatie moet vinden. Snel handelen, spelsituaties, dat alles bij elkaar. Dat is gewoon een ritme dat je weer moet opbouwen. En, hopen dat ik snel weer veel minuten kan gaan maken. Het gaat alles maar harder missen. Dat maakt het verhaal nog mooier, hè? Nog romantischer. Ja, precies. Ja, dus super. En het maakt vandaag, het affiche maakt helemaal niks uit. De eerste 45 minuten, wat je zegt, die zitten in de pocket.